Ik ontmoette een keer na een vogellezing die ik zelf had gegeven, kwam er ontmoet ik een jonge vrouw, Miranda. En nou, daar had ik een gesprek mee, heel lang. Ik moest omhoog kijken, daar hou ik wel van. En die begon mij op een gegeven moment brieven te schrijven. En elke keer als ik zo'n brief had gekregen. Want ze beschreef dan dat ze met haar schoonouders bijvoorbeeld naar een bepaald land, daar was ze vogels aan het kijken. Elke keer als ik een brief van haar had gekregen, kreeg ik zo'n enorme zin om vogels, zelf vogels te gaan kijken. Dat ik dacht, deze meid, die schrijft hartstikke goed. Nauwelijks, kijk, ik heb Nederlands gestudeerd, maar zij werkt in een tuincentrum. En dus helemaal, dus toen ik tegen haar zei van ja, je schrijft zo goed, dat kon ik na een paar brieven wel bepalen. Je schrijft zo goed, daar moet je wat mee doen. En dat is voor zo'n meisje dat in een centrum werkt en een hele eenvoudige baan natuurlijk heel bijzonder. De meesten zijn die zullen dat niet kunnen. Dus ze heeft een stijl die is zo goed. Dus die heb gezegd, daar moet je meer mee doen. Nou, en nu is ze niet alleen dat ze dit hier is ze hoofdredactrice van, maar ze werkt nog aan een ander blad van Noord-Holland. En daar, dus wij zijn ook bevriend geraakt. Ze is dus eigenlijk gewoon een schrijfster in de dop. Hè? Nou ja, dat vind ik hartstikke leuk. En dus nu heb ik op een gegeven moment heb ik tegen ze gezegd, af en toe dan stuur ik je wel als ik een leuk gedichtje over een vogel heb. En dit is haar blad gebruik ik als eerste publicatiemogelijkheid altijd. Oh, wat leuk. En komt later voorkomt dat ding in een boek. Ja, gewoon ja. een hele spontane Ja, schrijfstijl. jullie hele Ja. hoog, geweldig. En ja, in mijn laatste boek, De Italiaanse Chauffeuse, heb ik een verhaal geschreven waarin zij een grote rol speelt. Over een winterreis in Polen. Het was echt een goed verhaal geworden. Met een krankzinnige gids. Ja, iedereen aanraden om dat te lezen. Moet je alle andere grote schrijvers maar eens even opzij aan mij nemen, hè?